Je kijkt naar een samenvatting van de Brandbier Drie Landenomloop. De zevende koers in de topcompetitie en de eerste nationale wedstrijd in de reeks. Een koers dus waarbij de leiderstruien gedragen mogen worden. En Jef Vermeulen heeft de eer om de oranje trui plus armstukken dus voor de eerste keer te dragen. Hij won gisteren nog met overmacht de Ronde van Overijssel en gaat vandaag dus van start voor 185 kilometer met maar liefst 2140 hoogtemeters. 21 beklimmingen krijgen de mannen vandaag voor de kiezen en misschien is het wel de allerzwaarste koers voor niet-profs in Nederland. De eerste serieuze ontsnapping komt voor rekening van 5 renners. Luc Loze, Jetse Bol, Jasper Hamelink, Sven van Luik en Kees Bol hebben al gauw een minuut. Maar het is nog vroeg in de koers en het peloton geeft de mannen de ruimte. Uit de achterhoede hebben zich dan 4 renners weten los te maken en zo ontstaat er een kopgroep van 9 renners. Jef Vermeulen dan, de leider in de topcompetitie. Hij heeft het moeilijk. Hij bungelt achteraan, maar klimmen is dan ook niet zijn specialiteit. Het regent de hele dag en Jochem Hoekstra trekt snel nog zijn armstukken aan. Jasper Okkeloen is helemaal in zijn element. Dit is zijn terrein. Hij had het al aangegeven. Vandaag wil hij hier scoren. Jef Vermeulen in de problemen. Hij zal dan toch definitief afhaken uit de voorste groep. Maar Vermeulen is gemotiveerd. Hij wilde per se hier starten om nog eens diep te gaan voor Olympia's Tour. En dan een pijnlijke valpartij. Bob Wubbe rijdt tegen een paaltje langs de kant en zal later de koers moeten verlaten. Maar vooraan is de wedstrijd helemaal losgebarsten. Jelmer Asjes, Matthijs Eversdijk, Ronan van Zandbeek, Stefan Poutsma, Wouter Mol, Joby van Rhee, Jasper Okkeloen, Sjoerd Baks, Jan Maas en Twan Kasteleins. Dan een aanval van Wouter Mol en Jan Maas. Zij proberen bij de ontsnapte clubrenner Matthijs Eversdijk te komen, maar dat lukt ze niet. Niemand in het peloton kende Matthijs Eversdijk, maar daar komt per vandaag verandering in. Jasper Okkeloen, clubgenoot van Matthijs Eversdijk, kent hem dus wel, maar had niet verwacht dat hij zo sterk was. Want Okkeloen komt geen meter dichterbij. Hij blijft hangen op 10 seconden en Okkeloen moet alles uit zijn tenen halen, maar hij redt het niet. Matthijs Eversdijk is de sterkste en rijdt na zijn eerste overwinning ooit in een wegkoers. En wat voor een. En omdat niemand weet wie Matthijs Eversdijk is, stelt hij zich graag even aan jullie voor. Ik ben nu 22, eerstejaars elite wel. En ja, ik kan niet eens zeggen dat ik puur wielrenner ben. Ik ben student lucht- en ruimtevaart aan de TU Delft ook nog een keer. Dus ja, ik moet echt mijn tijd opdelen. En ik train echt niet, denk ik, zoveel als de meeste mannen hier. Dus. Kun je je voorstellen dat het heel raar is dat als ik in de auto zit en ik hoor Matthijs Eversdijk rijdt vooruit, dat iedereen eigenlijk om me heen zegt, wie is Matthijs Eversdijk? Ja, ik zat het al te denken toen ik op de fiets zat. Ik denk van ja, dan wordt het wel grappig bij de finishstraat, denk ik, als die omroeper dat moet zeggen. En je merkt natuurlijk bij het podium dat je naam, iedereen heel even moet kijken op het blaadje van hoe heet die jongen eigenlijk. Dus dat is wel grappig, ja. Matthijs, eigenlijk een hele simpele vraag. Wil jij prof worden? Ja, dat is altijd wel een droom geweest. En eigenlijk was ik al een beetje aan het opgeven. Ik ben nou een masterstudent ook en ja, dat is toch ook wel heel mooi. Maar het blijft toch wel mijn droom, dus ja, ik wil toch eigenlijk wel prof worden, ja. Een open sollicitatie dus van een groot talent. Een ander talent is Twan Kasteleins. Hij nadert de oranje leiderstrui nu op een aantal punten. Ik denk dat ik binnen de 10 punten genaderd ben. Dus ik ben benieuwd hoe dat in de komende koersen verder zal gaan. Dat moet nu wel echt een doel zijn voor jou, hè? Die leiderstrui in de topcompetitie, hè? Ja, zeker een doel. Voor Jef Vermeulen was het doel vandaag uitrijden en de trui vasthouden. Dat lukte en dat stemde hem zeer tevreden. Ik had dit op voorhand niet van mezelf verwacht. Zo lang geleden dat ik een koers heb gereden met wat klimmetjes erin. En als je direct die eerste koers uit kan rijden, eigenlijk best nog wel redelijk, dan mag ik wel tevreden zijn. Jef Vermeulen blijft dus leider in de topcompetitie. Jasper Okkeloen wint het snelle jellepakket voor de strijdlust. En de witte trui blijft ook om dezelfde schouders. Jelle Wolsink hing weliswaar de hele dag aan het elastiek, maar de jongere trui gaf hem moraal om door te zetten. Ja, die trui blijf je toch wel in de koers houden. Ik denk als je in een normale trui van de ploeg zou rijden, dat je dan wel zou afstappen of minder motivatie zou hebben. En zo'n trui geeft toch wel extra kracht om te proberen om erbij te blijven. Aldus Jelle Wolsink.
Matthijs Eversdijk wint dus de zevende koers in de topcompetitie. De Brandbier Drielandenomloop voor Jasper Okkeloen en Twan Kasteleins.